Ik vond het lekker gewoon om lekker vakken te vullen. Een magazijn was ook wel top. En op een gegeven moment zeiden de jongens van, ja Juus, je bent Eredivisie-speler, wat doe je nog hier? Ik zeg, ja, ik ben gewoon mezelf, ik maak gewoon mijn ding af. En dan ga ik gewoon mijn focus op voetbal. We zijn nu bij de Cruijffkoord in Utrecht en ja, hier is het eigenlijk een beetje begonnen voor mij. Die hekken waren op een gegeven moment waren ze kwijt. Ik denk dat ze nu ergens in Afrika liggen. Op een gegeven moment waren er een paar stukken weg en dat hebben ze goed gerepareerd weer. Ik weet wel dat als we gingen voetballen en ik zei tegen hem van kom mee voetballen. Zei nee, ik heb geen zin, ik ben een beetje moe, ik wil even een dagje rust. Terwijl ik al weet van als hij gaat komen, gaat hij voetballen. Komt hij expres in een djellaba. Dus dat is een lang gewaad die wij mannen aantrekken en op slippers. En dan zie je hem aan de zijkant zien hem staan. En vervolgens zie je hem gewoon op het veld opspringen en dan gewoon op zijn blote voeten gewoon lekker mee voetballen. Als er een wedstrijd afgelast werd door regen of zo, werd ik helemaal gek. Moest ik gewoon voetballen, schreeuwen tegen mijn vader, mijn moeder. En ik wil spelen. En ja, dan ging ik maar buiten spelen in de regen. Soms kom ik bijna niet thuis. Dan riep ik naar mijn moeder, gooi maar twee broodjes naar beneden. Ging ik gewoon eten. En toen ging ik gewoon weer verder. Hij was gedreven. Hij wilde altijd winnen. Was gewoon open, eerlijk, positief. Maar kon niet tegen zijn verlies. Nou ja, op het moment dat we gingen voetballen en hij kwam achter te staan. Ja, dan zeg je toch wel van passiebal naar mij. Ik ga hem wel erin schieten. Ja, die was alles daar. Die zorgde voor het gras. Was trainer, was waterman, dat was alles. Mijn vader was vroeger ook voetballer. Speelde in Amersfoort bij APVC. Die kon op zijn jonge leeftijd kon hij ook prof worden. Dus het voetbal leeft wel bij ons in de familie. Ja, toen mijn vader trainer was heel bijzonder. Hij heeft me heel veel dingen ook geleerd. Hij was ook streng voor mij. Dat was denk ik ook belangrijk voor mij. Want soms dacht ik van ja, een bal na schieten, geen probleem. Maar op een gegeven moment krijg je soms maar één kans in een wedstrijd. En die moet er dan in. En dat heb ik echt bij de Graafschap, was het echt zo. Kreeg ik één kans, schiet ik hem erin en daarna zag je me gewoon niet meer. Dus op zich heb ik daar wel wat van geleerd. Mijn vader is heel erg betrokken, belt me vaak, is vaak in het stadion. Als ik thuis kom en ik of goed of slecht speel, dan kijkt hij me af en toe aan van... hij is gewoon eerlijk, hij zegt maar Juus, dit moest je beter doen, dat moest je beter doen. Ja, je hebt altijd iemand nodig die jou corrigeert. En je hebt ook daar vrienden voor, weet je. Je hebt soms, speel je een wedstrijd, score je. Zie je op je WhatsApp 50, 80 berichtjes. Verlies je en je scoort niet, heb je er 3. Van je echte vrienden. Dus dat is wel belangrijk. Ik wist nog van Ibrahim Afellay, Assati en Labiat en zo. Mokhtar, die werden allemaal gescout daar bij Elikwijk. Dus ik dacht, als ik daarheen ga, misschien krijg ik daar ook een kans. Maar helaas was dat niet het geval. Op zich had ik wel een goed seizoen gehad, alleen ik was te klein, zeggen ze. Dus ja, ik dacht bij mezelf, kom op. Ik had ook andere spelers in mijn team, die misschien nog kleiner waren dan ik. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga ook geen ruzie maken. Is goed zo. Toen hoorde ik dat ik bij Hercules aan de bak kon. Toen dacht ik van ja, nieuwe stap. En toen begon het echt te draaien voor mij. Ja, was top. Ik kwam binnen. Toen dachten ze al van wat komen deze twee jongens doen? Want ik kwam met mijn broer samen. En op een gegeven moment ja, werden we bijna elk jaar kampioen. Ja, werd gewoon een beetje publiek lieveling hier in Utrecht. Toen ik met mijn broers ging, dat was top. Op een gegeven moment ga je met je broers daarheen. Ja, dan heb je tenminste iemand naast je die je kent, weet je. Op een gegeven moment kon ik alles tegen mijn broer en mijn broertje zeggen. En ja, we hebben mooie tijden daar meegemaakt. Ja, ik was stout. Heel stout. Ja, ik... deed veel verkeerde dingen. Hoef niet precies te zeggen wat er was. Je wou gewoon echt verkeerde dingen steeds doen. Je kreeg een beetje een bepaalde kick. En op een gegeven moment kom ik op een leeftijd. Toen ik 16 was, dacht ik van ja, dit is niks. Ik liep als het goed is naar de Jumbo. En ik had daarvoor een clip gezien van een moslim die... geen moslim die bekeerd was. Als het goed is, was dat Napoleon. Of Loon. I'm happy to be, you know, accepting Islam and finding the peace of mind that I was always searching for. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet
ik moet ook veranderen. Hoe ik mijn leven wilde leiden, respect met mensen omgaan, van andere mensen spullen afblijven, stap voor stap gewoon dingen gaan doen, een beetje praktiseren en daardoor ben ik echt rustig geworden. Ja, nee, als iemand bijvoorbeeld een deal gaf, werd je gelijk al boos of als de bal uit was en hij zegt nee, hij is voor ons en op een gegeven moment kwam er zo ook heel snel gewoon ruzie. Het waren gewoon kleine dingetjes. Ja, dat was niks en ik heb dat echt wel geleerd van mezelf, dat ik echt rustig moet blijven. Tuurlijk, als je recht kan pakken, moet je recht pakken, maar wel op een normale manier. Anders was ik nu op een andere plek misschien. Ik had ook een goed seizoen en op een gegeven moment hoorde ik van een paar mensen van ja, iemand kwam kijken van de Graafschap. Ga je een beetje stressen, weet je? Er komt iemand kijken, je krijgt weer een kans. En ik had daarvoor kwam er ook altijd heel vaak scouts kijken. En je gaat een beetje bang worden van, oh, je mag geen verkeerde paas geven of je moet echt scoren. En dan gaat het juist, bij mij ging het juist mis. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, Jus, gewoon lekker voetballen. Als het komt, komt het niet. En op een gegeven moment ging ik daar niet meer aan denken. En op een gegeven moment waren ze wel gecharmeerd van mij en dan kwamen ze een paar keer terug. Van jongs af aan hadden we wel het gevoel dat hij het wel aankomt. Alleen naarmate hij ouder wordt, dan denk ik begin toch wel een beetje de hoop op te geven. En op een gegeven moment riep Hans van der Haar, was mijn trainer toen bij Liene, die riep mij en die zei van, Nus, ik wil even met je praten. Er is interesse voor jou. Toen zei ik, oké, je trainer, welke club? Zegt hij, Graafschap. Eerlijk gezegd, nog nooit van gehoord toen. Hè? Waar ligt dat? Doetinchem. Ken ik ook niet. Want ik ging bijna nooit Utrecht uit. En op een gegeven moment een beetje lachen en daarna ga je dus zoeken, oké, Graafschap, ga je een beetje kijken wie daar spelen. En op een gegeven moment mocht ik daar dus voor, was ik uitgenodigd voor een gesprek. Ik voelde gelijk die liefde, weet je, van de trainers. Ze wisten gelijk wat ze met me wouden. Ze wilden me beter maken, sterker maken, veel meer vertrouwen geven. Dus toen dacht ik van, ja, het is me echt gelukt, weet je. En helemaal, toen zij ook nog promoveerde naar de Eredivisie. Van amateurs naar betaald voetbal was heel groot. Van 2 keer trainen naar 6 keer trainen in een week. Dus het was heel pittig. Het was echt heel pittig, ja. Ja, nu gaan we heel hard plat gaan sparren. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Ik was Eredivisie-speler. Alleen wij begonnen dus een maand later met voorbereiding. En ik werkte nog bij de Albert Heijn. En op een gegeven moment zeiden de jongens van, ja, Jus, je bent Eredivisie-speler. Wat doe je nog hier? Ik zeg, ja, ik ben gewoon mezelf, ik maak gewoon mijn ding af en dan ga ik gewoon mijn focus op voetbal. Ik vond kassawerk niks voor mij, elke keer tuut hier, als je de bon mee, dit en dat. Ik vond het lekker gewoon om lekker vakken te vullen, een magazijn was ook wel top. Ik zeg eerlijk, uit die tijd was wel mooi. Iedereen werkte daar bijna, echt Marokkaan, Turk, Nederlander, iedereen. En ik had echt best wel goede contact met, ook met oudere mensen, want ik werkte vaak in de ochtend omdat ik geen school had. Ze waren ook altijd gewoon bezig met mij, van hey Jus, ik zag je in de krant, je hebt gescoord. Het was wel mooi, het was een soort familieband. Dat mis ik wel daar, man. Ik ben bijna nooit Utrecht uit geweest, tenzij je ergens naar een bruiloft gaat of iets anders, toernoois. En op een gegeven moment kom je in Doetinchem. Kijk om me heen, ja, een klein dorpje. Ik dacht, het wordt heel moeilijk. Mensen waren ook een beetje anders. Ik weet niet of dat ook qua geloof is. Ze keken je anders aan. Ik wil het uitleggen. Het is gewoon anders. Ze praten ook heel minder. En op een gegeven moment, toen wisten ze dat ik voetballer was. Ja, dat is anders. Dan loop ik op straat. Hey Youssef, fotootje. En op een gegeven moment denk ik, hey, jou ken ik van, je zit toch daar en daar. En op een gegeven moment zegt Youssef, je moet echt blijven. En dit en dit. Je bent zo'n goede voetballer. Je bent echt beter geworden hier. Door hun, eerlijk gezegd, ben ik ook gewoon gebleven vorig jaar. Want ik kwam er moeilijk uit met de club. En toen zei ik van, weet je wat, ging ik er goed over nadenken. Toen heb ik gewoon besloten om nog 2 jaar erbij te tekenen. Want die supporters die wij daar hebben, elke wedstrijd met een spandoek, 90 minuten lang achter ons staan, ook al verliezen we met 5-0. Hè. Het is bizar gewoon. Je verliest met 5-0, maar als jij dus alles eraan gedaan hebt, gewoon je hebt alles gegeven, broek vies, alles vies, gaan ze voor je staan, gaan ze klappen en dan is het over 2 weken weer een thuiswedstrijd. Zo is het ben heel, heel nuchter. Ze weten dat ik moslim ben, ze weten dat ik bid, dat ik een legging draag. Ja, ze vonden het een beetje raar. Soms komen scheidsrechters naar me toe als er corner en zegt hij, hey, heb je het koud? En dan zeg ik, nee, weer gesloten of tegen. Oh, sorry. En dan is er geen probleem. Maar zulke dingen die maken mij wel gewoon dat ik denk van, oké, ze hebben respect voor mij. Ze behandelen me gewoon hetzelfde. Dus ik heb er echt wel veel respect voor die mensen. Ik hoor bij sommige clubs van, ja, dit gaat bij ons niet werken en dit en dat. En dan mag ik gewoon mezelf blijven. En dat is top. Je hoeft niet een andere persoon te spelen. Dus als ik daar kom en ik zeg, ik wil bidden, ja, ga maar. Ik mocht overal bidden, in de kleedkamers, in kantoor, ja, ik mag naar de moskee gaan op vrijdag, dus de trainers en iedereen is echt gewoon wel
goed met mij. Ja, de toekomst bij de Graafschap is nog 1 jaar. Ja. Ik heb een goed seizoen achter de rug. En als er wat komt, ja, dan komt er iets. Misschien een avontuur in het buitenland. Misschien een subtop in de Eredivisie. Dat zou wel voor mij mooi zijn. Om te kijken of ik dat niveau ook aan kan. Ik ben nog steeds niet klaar. Hè. Ik ben 26 en niet dat ik 36 ben. En anders blijf ik nog een jaartje bij de Graafschap. Wat niet verkeerd voor mij is. When it feels like I've fallen too far from.